Wat het hier zo fijn wonen bij SNL Zorg maakt, is dat ik zie dat onze medewerkers van SNL Zorg heel erg bevlogen zijn. En dat ze het heel belangrijk vinden om bewoners een fijne dag te geven of een, nou ja, in het groot een fijn leven. En dat kan soms al in hele kleine dingetjes zitten. Hè? Een kleine activiteit, lekker een rondje fietsen over het terrein hier of samen naar het bos wandelen. En ik denk dat dat voor onze bewoners heel erg fijn is. In het woonpakket van SNL Zorg zijn verschillende faciliteiten beschikbaar. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het zwembad wat we hier op het terrein hebben, of de gymzaal waar je gebruik van kunt maken. Maar binnen SNL Zorg hebben we ook een eigen huisarts die specifiek meer kennis heeft van mensen met een verstandelijke beperking. Maar je kunt ook denken aan het ontmoetingscentrum hier op het terrein, waarbij bewoners gebruik kunnen maken van een leuke activiteit die je daar kunt doen, of gewoon een lekker kopje koffie drinken. En dat totaal maakt dat bewoners vaak het prettig vinden om hier te wonen, omdat je eigenlijk van alles op het terrein kan vinden. De plaatsing van Saskia is eigenlijk heel soepeltjes gegaan. Heel veel medewerking gehad van SNL Zorg. Wij zaten met het punt dat onze moeder overleden is en Saskia nog thuis woonde. En door echt een goede samenwerking met SNL Zorg en goede begeleiding, ook naar de groep toe, zijn we redelijk snel tot overeenkomst gekomen dat Saskia hier kon komen wonen, naar volle tevredenheid. Zij is echt opgefleurd sinds dat ze hier woont. Ze is meer zichzelf geworden, zelfstandiger. Waarom Saskia hier op haar plek zit, dat kun je zien aan haar manier van doen en laten. Hoe dat ze opgevangen is door de medebewoners van de groep. Ze stralen gewoon met z'n allen uit dat het één gezin is. Ze zijn allemaal voor elkaar in de bres. En Saskia die is veel zelfstandiger. Vroeger zat ze thuis af te wachten tot ze wat drinken kreeg. Nu vraagt ze er zelf om. Want ze is op visite en ze wilde een bakje koffie. Geweldig. Sinds dat Saskia in de groep is gekomen, is ook opgevallen dat de verwanten van de andere bewoners toch met elkaar een beetje contact zoeken, een vergaderingje beleggen. Zelfs laatst nog een lunch gedaan met z'n allen. Hartstikke gezellig, leuk georganiseerd. Het is toch een teken dat allemaal goed loopt en lekker loopt. Betrokkenheid van de mensen, ook van verwanten, is goed. Als ik 's morgens het terrein op kom rijden, dan zie ik vaak bewoners die lekker hier een wandelingetje aan het maken zijn. Of die met hun fiets of skelter een rondje rond het terrein fietsen. En dan zie ik dat ze heel veel vrijheid ervaren om hier te mogen wonen. En dat maakt mij ontzettend gelukkig als medewerker van SNL Zorg.